We gaan de Bastiaan het woord geven. Mijn microfoon staat aan, ja. Nou, welkom allemaal. In de baan, zoals gezegd, Danielle Kok met bokken. En wij gaan meerdere aspectjes laten zien. Een stukje werk aan de hand en onder het zadel. Daan is even lekker de baan aan het verkennen. Straks nemen we hem aan de hand. En dan gaan we eigenlijk werken naar verzameling toe. En daar wil ik een klein stukje vertellen over de biomechanica. En hoe we dat toepassen. Zeg maar de link van het exterieur van het Friese paard. Zeg maar daar zo functioneel mogelijk naar te trainen voor de dressuur. Nou, zoals iedereen denk ik wel een beetje weet die met Friese bekend is, hebben Friese iets meer dan gemiddelde paard het bekken iets meer in extensie en de onderrug. Waardoor het achterbeen meer gemaakt is om te stuwen, naar achteren te trappen om zichzelf naar voren te duwen. En in principe minder van, gemaakt is om te dragen of onder te treden. Dus ons idee is als je een Fries paard vanaf het begin af aan al daar heel erg de aandacht op richt. Op die onderrug- en bekkenflexie. Die bekkenkanteling en het ondertreden van het achterbeen. Oftewel eigenlijk de verzameling vanuit de achterhand. Dan wordt het voor dat paard in de andere oefeningen makkelijker om gedragen en verzameld te lopen. Want, zoals waarschijnlijk ook iedereen weet, de galop is toch vaak nog wel een moeilijk ding om die verzameld te krijgen. Galop van de Friese heel groot, heel voorwaarts, redelijk stuwend. En wat je niet wil, is die galop verzamelen door alleen maar ja, het paard terug te nemen, te remmen en te trekken. Want een Fries wordt ook al vrij snel kort in de hals. En als dat je aanpak is voor de verzameling, dan hou je een hele korte hals over en nog steeds een hele lange rug met een achterbeen wat ver achter is. Dus je wil eigenlijk dat paard gaan verzamelen op een andere manier. Nou, we zullen straks onder het zadel wat ook naar kijken hoe we dat doen. Maar ik denk dat Bokke wel een beetje de baan gezien heeft. En dan beginnen we even met een stukje werk aan de hand. Want met dat werk aan de hand kunnen we heel direct op dat lichaam inspelen. En omdat we er niet op zitten, heeft het paard ook meer gemak met het bollen, het flexie maken van die rug en dat bekken. Nou, Piaf is daar natuurlijk een uitgelezen oefening voor. Ja, ik pak mijn zweepje zelf. En nou is het natuurlijk niet zo dat je elk paard maar kan pakken en zeggen van goh, we gaan hem leren piaferen. Nee, je basisafrichting moet goed zijn, het paard moet goed in de basisbespiering zitten. En dan kan je daar spelenderwijs mee beginnen. En dan is niet het doel om dat paard al meteen een hele goede Piaf te laten maken. Maar het doel is echt om dat lichaamsgebruik te trainen, zodat je daar profijt van hebt onder het zadel. Nou, pak hem een keertje eerst even op een foltertje in stap. Hem even in de hand stellen. Een klein beetje schouder binnenwaarts op de folte. En eigenlijk door simpele oefeningen als wat schouder binnenwaarts op de folte, ja, kan je al heel gymnastisch werken in het losmaken van die onderrug en het ondertreden van in dit geval het binnenachterbeen. En dan heb je al een kleine mate van verzameling en eigenlijk invloed op die achterhand onderrug bekken. Nou, ga maar even hoefslag volgen daar. En dan laat je hem een keertje even halt houden. Doe het ook aan de overkant, want dan wil ik mensen even wat laten zien. Of doe hier maar halt, dan kan ik... Goed zo. Oh, maar stilstaan. Goed zo. Voor de mensen die daar zitten, dat bekken, dat ligt hier erin. Zo. Nou, dat bekken maakt extensie en flexie. Met name in de galop zie je dat heel veel. Net gezegd dat een Fries die ietsje meer naar extensie brengt, met achterbeen naar achteren. Dus we willen het paard aan de hand eigenlijk trainen op de spieren die dat bekken in flexie trekken. Het zijn buikspieren, psoaspieren. Misschien kunnen we nog een klein stukje hier stilstaan. Dan laat ik die mensen nog even zien. Goed zo, Bokken. Dat bekken dat ligt hier. Van hier naar hier. Zo, dit. Dit is extensie. En dit is flexie. Flexie. Goed zo.
We willen de beweging die het Fries van Natuur iets meer naar extensie maakt om af te zetten naar achteren. We willen wat om gaan zetten in meer flexie en het achterbeen naar voren, eronder brengen. Dat vraagt rek in de onderrug en kracht in de onderlijn, zeg maar, buikspier op psoas. Nou, beginnen we hier wel eventjes met een stukje piaf. En het is dus ook niet de bedoeling dat het paard uit heel veel stress en hectiek gaat piaferen, want dan zetten ze vaak juist die onderrug hol, vast, een extensie. De bedoeling is dat hij het ontspannen gaat doen en dat je echt invloed hebt op de achterhand. Goed zo, en halt. Braaf. Nou, dan zeker de mensen die nu hier zitten, kunnen denk ik heel goed zien hoe hoog dit is. En op het moment die goed piaveert, wacht, neem jij deze, toucheer ik hem achter. Kom, zijn we er al een beetje voorbij, dat zakt. En halt. En dan zie je heel duidelijk van halt naar piaf dat het bekken van meer extensie naar meer flexie gaat. Doe het eventjes aan de korte zijde een keertje. Waarom is dat zo nuttig? Als je vanuit die positie, die bekkenflexie, die bekkenkanteling, die onderlijn aanspanning, als dat voor het paard heel gewoon is en hij is daar sterk in, dan kan je bijvoorbeeld ook die galop daaruit gaan starten. En dan begin je al met een verzameld lichaam. Ietsje op de plek. Braaf, en belonen. Goed zo. Nou, het is wel duidelijk ook denk ik te zien dat het paard het doet omdat hij het kan. En omdat hij het snapt. En niet omdat hij stress heeft en piaf ingeslagen is. Dit wordt in stapjes uitgelegd. Zodat het paard eerst ook leert op het zweepje zijn been optillen. Dat hij leert vanuit stap naar hals, stap naar draf. En dat je dan eigenlijk op een gegeven moment die verzamelde lichaamspositie kan pakken. Met een tweetakt van de draf erin. Goed zo. En als dit al heel makkelijk is, gaan we een stukje vooruit. Met je richting passage. Dan kan je dat als uitgangspunt voor van alles gebruiken. Iets meer naar voren. Bijvoorbeeld door de draf te verzamelen, zoals nu. Richting passage. Maar ook, zoals ik net al zei, om de galop vanuit te starten. Braaf, en halt. Krijgt even een koekje. Tenminste, een pepermuntje. Goedemiddag, morgen. Braaf man. Nou, ik kan je voorstellen, op het moment dat je op het paard zit, dat hij dat gewicht eigenlijk ook alweer tegen moet drukken. Dus dat hij dat dan moeilijker leert dan aan de hand. Dat is onder andere waarom we dus die paarden aan de hand dit aanleren. En nu doet Bok al best wel een goede piaf, maar dat begint natuurlijk heel klein. Waarbij we vooral focussen op dat het paard zijn buikspieren aanspant en het bekken kantelt. Nou, Daan, dan denk ik dat we er maar op gaan. Oh ja, het krukje. Heeft iemand het krukje meegenomen? Ja. Dank je. En zo leren we het paard eigenlijk dus al om kort te worden van achteruit. Zodat hij achterkort wordt. Zodat we hem uiteindelijk voor zo lang mogelijk kunnen houden. Zo. Dat ging maar net goed. Nou, Daan, dan lijkt het mij leuk om hem even een stukje, een beetje in een wat vrijere galop, zeg maar. Een arbeidsgalop, een beetje vrije galop te galopperen. Waarbij hij hem lekker in zijn eigen grootheid laat, zeg maar, qua galop. Nou, ik ben niet per definitie een Friese trainer. Ik heb wel aardig wat Friese getraind en leerlingen met Friese. Ik vind dit een hele mooie galop van nature die Bok heeft. Groot, hij heeft eigenlijk al van nature wel een redelijk actief achterbeen wat echt onderspringt. Dus dat is ook wel echt een voordeel van bokken. Maar hoe gaan we deze galop nou verzamelen zonder dat we die sprong verliezen en zonder dat we dat ruggebruik verliezen? Want dat is waar het vaak misgaat. Toch een keer de Daan start nou set, dan heb je toch een keer die verzamelde galop nodig. En dat wil je niet door hem alleen maar terug te nemen, want dan wordt hij alleen maar nog korter voor.
En ja, ze verliezen uiteindelijk de sprong in de galop. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld met bokken gedaan door te zeggen van oké, Daan gaat het wel doen. We gaan dat foltertje verkleinen. We proberen niet te veel te remmen. We proberen eigenlijk dat foltertje het werk te laten doen. Door dat foltertje steeds kleiner te maken, moet het paard wel iets meer gewicht op achterover nemen. Anders lukt dat niet. En dan zie je dat Daan eigenlijk bezig kan zijn met voorwaarts drijven, zodat hij niet uit galop valt, in plaats van alleen maar remmen. Dus de volte verzamelt het paard. En Daan de been die zorgt eigenlijk dat het paard van achter naar voren blijft lopen. Nou, we maken de volte nog maar ietsje kleiner. En dan een klein beetje oprichten. Dat hij niet te kort wordt verder. Dus proberen op het moment dat je die verzameling voelt, hand iets voor, de neus iets eruit te laten komen. Precies. Kijk, en hier verzamelt hij dan eigenlijk al heel mooi op achter. De neus kwam daar al wat meer eruit. En dat is eigenlijk je hele thema met Friesen waar je heel veel aandacht aan wil besteden. Dat, tuurlijk, ze kunnen niet altijd in een perfecte houding zijn. Geen enkel paard. En als je een keer meer aan moet nemen, worden ze wat korter. Maar dat je streven is om altijd te zorgen dat het paard achter verkort en tot dragen komt. Zodat je hem voor weer de ruimte kan geven. Oké, nog even een keertje rechtsom. Een ander ding wat ik graag met jullie wil delen over het trainen van Friesen is dat, zeker in de galop, heeft een Fries extra kracht nodig om tot dat dragen te komen. Dat kost hem misschien wel 2-3 keer zoveel kracht als een gemiddeld sportpaard. Waardoor ze heel snel verzuren. De hartslag komt heel snel hoog. Waardoor de spieren gaan verzuren. Dus op het moment dat je zegt, van, ja, ik moet leren galopperen, ik ga maar galopperen. Gaat het eigenlijk steeds slechter. En door met hartslagmeters te trainen kom je erachter dat zo'n paard heel snel hoog zit. En dat je dus hele korte sessies moet houden. Dus op het moment dat Daan zo 1-2 voltjes echt goed verzameld heeft, richt hem maar ietsje meer op nog. Klein beetje terug op achter, volt iets kleiner. Die iets meer verzameld nog. En dan de neus weer ietsje naar voren eruit laten. En omhoog brengen. Zo, dat. En stap. En dan stap je weer een stukje. Want dan heeft hij eigenlijk een goed, in dit geval ook weer een goed leermoment. Hij komt iets meer tot verzamelen. We kunnen hem daar ietsje openen. Laten we hem even volhouden. Dan stap. Kan de hartslag weer zakken, op adem komen. En zo voorkom je de verzuring. En wat ik persoonlijk vaak zie, is dat we met de Fries dan veel te lang galopperen in de hoop dat hij dan een keer gaat verzamelen. Nou, ondertussen galoppeert het paard al 2 minuten. Zijn spieren zijn moe, de hartslag is hoog, hij raakt verzuurd, hij is leeg en eigenlijk wil hij alleen maar uit galop vallen. Dus voor iedereen een hele mooie tip, als je Friesen traint, doe het in hele korte stukjes. Veel stap tussendoor, korte stukjes aanspanning, want ze kunnen het gewoon niet zo lang volhouden. Oké, een andere manier om die galop dus te verzamelen, zullen we hem vanuit de Piaf pakken. Maar hier een stukje rechtuit. Beetje piaferen en dan gebruik je die piaf voor een aanloopje naar een hele verzamelde galop. En dan heeft hij dat bekken heeft hij al mooi gekanteld. Hij richt zich voor mooi op. En dan kan hij heel mooi klein starten en weer naar stap. Precies, beloon. Goed. En dan eigenlijk voordat hij echt tot weer groot galopperen komt, stop je het paard alweer. Dus vanuit die verzamelde houding in piaf start je de galop. Je maakt een aantal sprongen en net voordat je voelt dat hij eigenlijk echt vaart naar voren gaat maken, meer gaat afzetten, sluit je hem weer in een stap en beloon je hem. Zeg je, ja, dat is de galop die ik wil. Doe je nog maar een keer daar op die lange zijde. Goed zo, daar ja. Nou, een beetje piaveert, dat je voelt dat er ritme is, dat hij de achterkant goed aan heeft. Voor wat open is en dan maak je weer galop, een paar metertjes en stap. Goed. En stap. Super. En dan verliest hij op dat moment eigenlijk geen één keer dat juiste model in het lichaam, zeg maar. Heel goed. En dit heeft veel meer nut dan 10 rondjes galopperen. Goed. En stap. En belonen weer. Heel goed. Super belangrijk ook, hè, dat als je merkt van, ah, mijn paard doet iets wat ik van hem vraag, hij heeft het juiste antwoord, hij heeft een stukje van mijn vraag opgelost, altijd belonen die positieve bevestiging. Dan gaat je training 3 keer zo snel en wordt 3 keer zo effectief. Nou, wat je natuurlijk wel wil, is ook de voorwaartse drang behouden.
Maar als hij die niet heeft, kan hij niet zo goed piaferen. Het piaf kan eigenlijk alleen maar goed en goed op de plek. Dus het paard heel erg voorwaarts wil, denkt en goed aan je been is. Maar om dat toch af en toe te testen ook, als je met die verzamelde galop bezig bent, wil je natuurlijk ook weer eens een keer naar voren galopperen. Dus Daan, galoppeer zo nog een keer aan vanuit piaf. Dan hou je een paar sprongen verzameld. En dan galoppeer je even gewoon lekker naar voren. Maar dit is de coördinatie en dit zijn de spieren die je vooral wilt trainen. Goed, super. Nou, en nou lekker even naar voren. Precies, want die kracht wil je natuurlijk ook hebben. En die reactie. Goed zo. Een volgende lange zijde een keertje echt naar voren. Neus iets eruit, omhoog naar voren. Neus meer eruit. Daar ja, goed zo. Heel mooi. En dan sluit je hem weer. En dan eigenlijk met het idee van ik ga weer naar die piaf toe. Zodat je niet alleen de voorkant verkort, maar eigenlijk juist die achterkant zegt van kom eronder. Oh, nou we zijn hem wissels aan het leren. Beloof maar even, dit ging natuurlijk per ongeluk. Maar dit was wel heel goed wat hij deed. Ook leuk, stel je bent met iets bezig zoals nu en er gebeurt iets. Hij maakt per ongeluk zelf die wissel. Maar eigenlijk goed, in ene, zonder rennen, dit en dat. Ga je dat nooit afstraffen, want hij weet niet dat we dat nu niet willen. We zijn daar een paar trainingen geleden mee bezig geweest, vorige training zelfs nog. Dus Bokke denkt, ha, kijk, hier, nou dit is het moment, ik kan hem. Dus eigenlijk moet je hem dan eigenlijk een beetje belonen, ook al was het je vraag niet. Oké, maar nog een keertje even vanuit die voorwaartse galop een keer terug verzamelen. En dan eigenlijk met het idee is die verzameld is in galop, ga je naar stap en piaf. Heel goed. Super, sluiten, sluiten. Eerst wat verzameld in die galop. Goed, nu naar stap en piaf, piaf, achter. Goed, en stap belonen. Wat doe je eigenlijk? Je rijdt hem eigenlijk heel erg voorwaarts op dit moment. Je remt hem af met halve ophoudingjes. Hij komt terug in die verzamelde galop. Dat houdt hij even vol en dan zie je ook al eigenlijk op dat moment dat het paard... lang wil worden. Voordat dat gebeurt ga je naar die stap. En door te piaferen rij je eigenlijk je paard weer van achteren naar voren. Want je zet die piaf achteraan. Dan ben je dus niet alleen bezig geweest met remmen en verkorten. Waardoor die uiteindelijk instort. Maar je hebt hem geremd, verkort. En uiteindelijk zeg je tegen de achterkant weer naar voren. Alleen in dit geval in piaf. Zodat hij dat ook weer in een verzameld lichaamsgebruik doet. Is dat duidelijk een beetje dit verhaal? En... of zijn daar vragen over? Want ik hou altijd erg van vragen. Sorry? Ja, de vraag is, wat als een paard geen piaf kan? Hoe kan je dat dan toch trainen? Ja, dan moet je hem dat dus eerst leren. En het beste werkt als je daar handig in bent of je kent iemand aan de hand. Zodat ze aan de hand dat al kennen. Maar stel dat dat helemaal niet nog het geval is en ver weg en je wil daar toch ietsje aan doen. Dan hoef je niet zozeer de piaf in te zetten, maar je kan wel dat concept gebruiken, zeg maar. Dus bij wijze van spreken, ik ga naar een verruimde galop, ik sluit hem in de galop, doet hij goed. Ik ga direct naar stap, bij wijze van spreken, of halt en maak een overgang naar draf. Zodat er eigenlijk na een hulp terug... naar overgang en hulpen terug, altijd een voorwaartse hulp volgt. Dat is eigenlijk een beetje het principe. En of dat dan inderdaad piaf is, of een overgang naar draf, of je kan zelfs achterwaarts gebruiken. Hè, dat je zegt van oké, halt achterwaarts en wegdraven. Dan pak je eigenlijk ook weer dit stukje bekkenkanteling en je richt hem voorwaarts op je been. Het doel is dat je gewoon niet verzandt in alleen maar remmen, remmen, remmen. En die paard alleen maar korter worden, nergens meer op reageren, achterbenen daar en nou ja... Dan moeten we uiteindelijk weer heel hard gaan schoppen om ze nog vooruit te krijgen. En dan ben je ze eigenlijk je hele lichaamsgebruik gewoon echt kwijt. Zijn er nog meer vragen? Geen vragen. Mooi. Dan gaan we nog een klein stukje, denk ik maar, in draf even. Verander maar een keer van hand aan. Want voor die draf geldt hetzelfde. Uiteindelijk wil je natuurlijk gedragenheid, verzameling, je cadans... de passages, de gang van de cadans, je wil cadans creëren.
Daarvoor moet het paard ook weer verzamelen. En verzamelen is ook in dit geval niet alleen maar remmen en terugtrekken. Verzamelen is eigenlijk de toename van impuls die je steeds meer gaat omzetten van horizontale stuwkracht. Dus dat is echt recht naar voren afzetten, zodat het paard naar achter in de grond trapt, zeg maar. Die horizontale stuwkracht wil je gaan omzetten in verticale stuwkracht. Dat is dus als die de grond in trapt naar beneden, zichzelf omhoog te krijgen. En die verticale stuwkracht gaat samen met draagkracht. En de fout die wel vaak gemaakt wordt, is dat we zeggen we willen geen stuwkracht, maar we willen draagkracht. Nee, we willen steeds meer stuwkracht. Alleen die stuwkracht gaat van horizontaal naar verticaal. En daar komt dan dus ook draagkracht bij kijken. Maar als je denkt van ik moet steeds minder stuwen, dan ga je paard alleen maar terugrijden. Krijg je steeds minder impuls, minder gang en minder ruggebruik. Dus nou, hoe gaan we er in die draf mee om? Schakelen. Na elke overgang of schakel terug volgt een voorwaartse hulp. Dus doe maar een paar keer zo wat terug en naar voren. Precies. Hier wat impuls. Goed. En weer opvangen. En weer been. Dus eigenlijk is de hele tijd zeg je tegen de voorkant zeg maar 10% wacht even met je been. Daarna, niet tegelijk, zeg je 20% meer impuls. Heb je 10% meer impuls gecreëerd, terwijl je minder hard gaat. Dus dit drafje, goed. En neem je een klein beetje terug. Ietsje de neus omhoog. Goed, en dan kom je een beetje met been. Goed, en weer terug. En nou met been zonder dat hij vooruit gaat. Ja, en vooruit. Goed. Nou, dat is een mooi voorbeeld van terugnemen, been voorwaarts, terugnemen, been niet voorwaarts laten en dan gaat meer cadans maken. Doet hij dat een paar passen, rij je op je been weer voorwaarts. Dat is eigenlijk het spelletje wat je met ze speelt. Oké, dus nog een keertje. Terugnemen, voorwaarts richten. En vooruit. Terugnemen en met je been cadans. Ja, en voorwaarts richten. Goed, heel goed. Vol lange zijn nog een keer. Kunnen de mensen op de tribune nog weer wat beter zien. Ja, ietsje lengte weer geven. Ook als die wat loperig wordt. Ophouding en daarna weer wat lucht. Oké, opvangen voorwaarts. En vooruit. Opvangen en been voor cadans. Goed. En goed, en voorwaarts. Heel goed. Super. Een keertje diagonaal in uitgestrekte draf. Belangrijk als je met die verzameling bezig bent. Ook in dit geval de draf. Dat je ook altijd weer echt zegt, oké, we willen ook nog weer echt goed vooruit. Dus tussendoor altijd weer een keer echt voorwaarts richten. Oh, en we galopperen. Goed. Oké, een keertje van de hand in de uitgestrekte draf. Dan doen we straks nog wat, de andere hand nog wat meer richting echt passage. Goed, goed zo. Heel goed. Kijk, en eigenlijk wil je uiteindelijk precies die impuls en die afzet die je in deze uitgestrekte draf hebt. Precies dat wil je uiteindelijk ook hebben in je passage. Alleen gaat hij dan niet meer zo hard naar voren, maar gaat hij omhoog. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus het gaat in hele kleine stapjes bouw je dat op, zoals jullie dat net gezien hebben. Nou kent hij dus mooi het werk aan de hand. Dus ook in dit werk, zo naar de passage, kan ik vanaf de grond heel mooi helpen door dat stukje impuls te geven. Een stukje coördinatie achter. Dus ik ga eventjes erbij lopen en dan gaan we wat meer richting die passage. Dan kunnen we weer vanaf twee kanten benaderen. Door wat we net deden. Voorwaarts schakelen, terug, cadans. Of vanuit de piaf. We doen eerst gewoon draf en daar cadans creëren. Straf maar aan. Klein beetje vooruit. Oh, als die richting een galop denkt, moet je ietsje remmen. Rustig. Ja, terug. Goed. Klein beetje vooruit, heel klein beetje. Zo, en weer terug. En weer heel lichtjes vooruit.
Want je probeert dat moment te vangen waarop hij naar voren denkt, maar niet naar voren gaat, maar cadans gaat maken. Goed. Ja, ja, ja. De paarden gespot daar. Goed. En weer iets terug. Goed. Super, en half. Goed zo, Bokkie. Het leuke is ook, als Bok het goed doet, dat weet hij altijd, dan wordt hem dat altijd vertellen. Dus als hij het goed doet, en met name als ik ernaast loop en zeg, goed zo, Bokkie. Dan komt hij al met het hoofd zo van, was ik knap? Ja, man, die was knap. Oké, doen we het vanuit Piaf. Dan hebben we iets meer dus die bekkenflexie vanuit de Piaf. Hebben we iets meer die verzameling. Dan zal het dus makkelijker zijn om cadans te hebben, de lift. Maar moeilijker om hem weer voorwaarts te houden. Iets vooruit. Goed. Ja, braaf, beloon. Doe hem aan de andere kant ook hoor. Maar hier liet hij mooi zien dat hij, doordat hij eigenlijk met meer verzameling begon vanuit de Piaf, dat hij veel meer tot heffen en cadans kwam dan net vanuit de draf. Dus dan gaan we nog een keer dat doen. Bokkie. Snel voordat Bert ons komt. Oké. Piaf. Goed, en langzaam naar voren. Kun je langzaam naar het einde gaan? Doen we. Goed zo, dank. Goed. En weer Piaf, meer op de plek. En hoe meer die voorwaarts is gebleven, hoe meer die op de plek kan. En passage, lichtjes eruit. Langzaam omzetten naar voorwaarts. Super. Nou, een aai. Ik hoor net dat onze tijd erop zit. Dus applaus voor Daan en Bokken graag. Super gedaan, Bastiaan de Recht, dames en heren. Over het recht richten van je paard, het werk aan de hand, alles wat daarmee komt kijken. Een prachtige demonstratie van de Bokke van Dijkmania Staten. Vader Johannes 484 met Daniëlle Kok. Grote vriend, hè? Geweldig paard, geweldig Amazone. Ja. Nou mag die vies worden, toch? En bedankt, Bastiaan de Recht. Dames en heren, op weg naar de uitgang, nog één keer die handen op elkaar. Voor deze prachtige kliniek, Bastiaan de Recht met Daniëlle Kok op Bokken van Dijkmania Staten. Dank ook aan de Jonka FPS.